Even kijken, we gaan even naar wat vragen toe. Ja, er zijn mensen die zich afvragen uh, of jij je uh, excuses aan wil bieden... vanwege de uitspraak van bij Jinek. Ja, wil ik best doen. Het was helemaal niet mijn bedoeling om iemand of iets te kwetsen of te beledigen. In feite ging die opmerking over de kwestie van het leeftijdsverschil in de jeugd. En dat ik dat leeftijdsverschil, vijf jaar, daar werd iemand zei van was zo leuk, want dan konden ze gezellig samen opgroeien, hallo. Hmm. Vijf jaar, joh. In, in, uh, uh, als, je, als kinderen vijf jaar verschillen, zit het oudste kind in de zesde klas van de middelbare school en het jongste kind begint er net aan. Dat, dat, is een, dat zijn totaal verschillende werelden. Dus ja, ik, ik was, daar ging mijn opmerking over. Die ik toen nog aangevuld heb met mijn ervaringen met mijn broer. Als je mijn broer en mij nu ziet, zeg je, we zijn gewoon even oud. Maar dat is helemaal niet zo. We schelen zeven jaar. Mm. Maar vroeger, toen hij elf was en ik achttien, ja. Hallo. Ik bedoel, ik was al aan de vrijage. Ik ging studeren en, en hij was nog een jongetje. Met alle enthousiasme en blonde krulletjes van een jongetje. Mm. Daar ging mijn opmerking over. Niets was minder het geval dan mijn wens om te kwetsen of te bekritiseren... Ik heb al die opwindingen gezien waar je ook weer van denkt. de echokamer van de media. Het gekroonde onbenul van het, van, van het totale niets. Laten wij ons voornemen, Tom nooit meer iets te zeggen over iemand anders op de televisie, behalve misschien mijzelf en Filip. Dus laten we het daartoe beperken. Joep had het ook maar, nog opgeschreven in zijn column. Oh ja? Joep van het Hek had in. Uh, was volgens mij, wanneer komt dat, dat op zaterdag? Er dus stond in de zaterdagcolumne, dan sluit je het ermee af. Dat hoogleraar Maarten van Rossum zich bezighoudt met de zwangerschap van Eva Jinek. Maar daar ging het helemaal niet over. Het ging over het leeftijdsverschil. Heel <laughs> godallemachtig nog aan toe. Hij heeft natuurlijk niet even gekeken hè? hoe dat zat of geluisterd. Nee, dat is allemaal geretweet. En dat is allemaal door die, door die eindeloze molen van herhaling. Waardoor alles eigenlijk. Op een hele ongelukkige manier uit zijn verband gerukt wordt. Nogmaals, de kritiek was absoluut niet mijn intentie. Hier, ik mag net zoveel kinderen krijgen. op alle denkbare tijdstippen die ze zelf wenst. Ja, want het was ook een het die... ging mij om het leeftijdsverschil. En het feit dat van vijf jaar werd gezegd. nou, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Dat vond ik juist niet juist. Nee, er was een mevrouw die milde nog dat zij dan al jaren probeerde om kinderen te krijgen. En dat ja, soort... ik geef toe, daar had ik op dat moment totaal niet aan gedacht. Nee. nee ja. Omdat dat natuurlijk, op... nogmaals, mijn opmerking had een heel andere intentie. Ja. ja. En Joep moet daar ook niet over schrijven in die column, want dat is het grote tekort van die column van Joep: dat is dat gelul over bekende Nederlanders. Schrijven ze over een serieus onderwerp. Je hebt, de, je hebt de NRC nog niet gelezen vandaag, denk ik. Nee. Oké, okay, moet je maar even kijken. Nee, wel, ik heb wel mijn favoriete columnist gelezen. Tom Jan? Pas van Putten. Oh, oké. Okay. Waar schreef hij over? Nu over een elektrische Fiat 500. Nou, hij hield het kalm, maar... Ja, volgens mij een flauwekul-autootje, eerste klas. Ook weer zo'n elektrisch autootje, joh. Een muis op vier wielen... 30 mil in de simpelste uitvoering, dan wil je toch niet meer.